Hallo allemaal, hier zijn Carla en Annemiek. We gaan vandaag voor jullie een do-it-yourself home workout with me laten zien. Wat hebben we daarvoor nodig? 2 bidonnen gevuld met water. Wil je iets meer gewicht, pak je natuurlijk een grotere fles of je kunt ze nog vullen met zand. En als je het hebt, ook een springtouwtje. Heb je dat niet, kun je altijd doen alsof. Ik zal vandaag de oefeningen uitleggen. Carla gaat ze uitvoeren. Ja, we gaan alles dus in de vorm doen van een circuit. We hebben 6 oefeningen vandaag voor jullie. En de circuit doe je dan op 45 seconden met 10 tot 15 seconden rust ertussen. En dan ga je dan door naar de volgende oefening. We gaan 3 rondes doen. En tussen elke ronde in kan je ongeveer 1 minuut rust nemen. Even een slokje drinken en dan weer door tot 3 rondes. Ja. Oké, we gaan beginnen. Veel succes. Veel plezier. Oefening nummer 1 is een squat en de knie heffen plus de schouders heffen. We gaan de 2 bidons in de hand pakken. We nemen ze voor de schouders vast. De voeten staan op heup/schouderbreedte. Buikspieren aanspannen, billen gaan naar achter. We zakken in onze squat. En dan gaan we omhoog. Hop, knie omhoog. Plus de armen. Zak weer omlaag. En weer omhoog. Goed. Een beetje op tempo. Laag en op. Laag en op. Goed, we gaan even door. Dus goed de buikspieren aanspannen, borstels vooruit. Plaats je gewicht op je hakken als je naar achteren zakt. En zorg ook dat je, als je neerkomt met je voeten, weer precies op schouderbreedte staat en niet te smal. Verdeel je gewicht goed over 2 benen. Lekker hè? Ja, heerlijk. Nog 4, 3, 2 en 1. Als eerste oefening. Oefening nummer 2. We gaan springtouwen. Carla, je mag met de enkele pas beginnen. Ja. Kom maar. Nou, dit is een van de makkelijkere technieken om te springtouwen. Op en om met de voet. Ietsje meer is met 2 voeten gelijk. Dus een dubbel sprong. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Wil je ietsje meer? Carla, laat het zien. Yes, dat wil je zien. Yes. De volgende oefening is oefening voor je rug, voor je schouders en een stukje voor je triceps. We hebben beide gewichten nodig. Die gaan we langs de zij laten hangen. Voeten zet je op schouderbreedte neer. Dan gaan we een deadlift houden. De billen gaan naar achter. En de ellebogen trek je in naar achter, langs de ribben. Uitstrekken naar buiten. En dan kom je rustig met gestrekte armen terug naar voren. Nog een keer langzaam. 1, 2, 3. Beetje tempo. 1, 2, 3, 4. Hou je armen goed gestrekt totdat je helemaal recht staat. Yes. 1, 2, 3. Ga door. Buikspieren aanspannen. Billen naar achter. Knik je in de knie. En blijf goed op vooruit. Zo. Oefening nummer 4. Oké, de volgende oefening, nummer 4. We gaan beginnen met de wall sit. Dus je gaat ergens tegen een muur aan staan. Dan ga je zakken. Je zet je voeten eerst op heupbreedte. Met je tenen naar voren toe. En dan ga je met je rug ga je helemaal tegen de muur aan. En je zakt op 90 graden, dus je mag een klein beetje zakken. Goed zo, zorg dat je schouders ook helemaal tegen de muur aan zijn. En dan gaan we naar voren boksen. Dan gaan we nog even extra oefening voor de armen erbij doen. Goed zo, zorg dat je kracht in je armen zet. Goed zo, en hou het vol. Oké. Wil je iets meer oefening voor de benen? Dan houd je de dumbbells of de flesjes gewoon voor je borst. En dan ga je om en om ga je been optillen. Dus eerst rechts naar voren en dan links naar voren. En dan ga je afwisselen. Goed zo, Annemiek. En je mag ook inderdaad nog met de gewichtjes naar voren. Zoek je optie wat voor jou het beste is. Oké, helemaal goed. Oefening nummer 5.
Nee. We mogen geen high five geven, want we hadden dat gedaan. Nee. Maar helaas. De twee bidonnen die je hebt, die ga je nu op 1,5 meter afstand zetten. Dat getal, dat kennen we nou wel. Je gaat bij één van de twee pionnen ga je beginnen. Dan ga je naar de andere kant springen, de handen in de lucht. En dan ga je met het achterste been naar achter. Juist. En met de teen over de arm ga je tikken. Yes. Omhoog en tik. Omhoog en tik. Omhoog en tik. Probeer het natuurlijk op je eigen tempo te doen. Hoe sneller, natuurlijk ook hoe meer cardio. Zorg ervoor dat je je gewicht goed op het voorste been zet. Het achterste been is vrijwel gewichtloos. Yes. Top. Yes. De laatste oefening. Oefening nummer 6. Een buikspieroefening. We gaan de handen achter de oren brengen. Voeten staan op het begin in de mat. Dan gaan we nu een crunch maken, plus de benen komen naar je toe in de C-crunch. Schouders zijn van de mat, knieën zijn naar je toe. Dan ga je een extensie maken, dus uitstrekken, schouders weer omlaag, de voeten naar voren. En weer in. En weer uit. Zorg dat je onderrug altijd goed in de mat kan blijven. Als die er van afkomt, ga je de voeten ietsje hoger doen. Laat maar even zien. Dus in, dan breng je de voeten iets omhoog. Kijk of je heel prettig aanvoelt. In en uit. In en uit. Yes. Bedankt voor het kijken van deze Do-It-Yourself at Home Workout. We wensen jullie heel veel succes. Ga aan de slag met deze oefeningen. Ik zal het zeker lekker in de zon buiten doen. Dus je kort broekje aan, want die witte benen die kunnen wel wat bruin en wat zon gebruiken. Dan hoeven we ons niet te schrikken als je met je korte broekje naar de sportschool toe komt. En natuurlijk zo snel mogelijk. Ja, we hopen jullie snel te zien. Heel veel plezier met deze workout. Doei! Doei, tot de volgende keer!